Goedemorgen, vaste volgers. Het is nu maandagochtend. Het is 5:15. We gaan beginnen met het schoonmaken van de TU Delft. Het is vandaag de opstart. Ja, ik moet eerlijk zeggen, op maandagochtend ook. Kijk, zelfs mijn licht valt ondertussen ervoor uit. Het is spannend. Dus ik ga meehelpen en ik ga jullie laten zien hoe spannend het is, zo'n opstart. Dus volg ons en we gaan kijken hoe of wat. Nou, het is nu ondertussen 6:15. We zijn al enige tijd bezig. Ik ben nu van gebouw 66 naar 58 gelopen naar 62. Je ziet gewoon dat het een enorm terrein is waar mensen geholpen moeten worden. Dus dat is wel, ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel leuk om zo hier te lopen. Het begint nu langzaam ook licht te worden, dus er wordt volgens mij volop hard gewerkt. Dus misschien handig buiten het feit dat ik ga lopen, dat ik nu ook eens een handje ga helpen. We zijn nu ondertussen 2 uur verder en we zijn echt keihard bezig. Echt. En, ook, en iedereen helpt ook. Zelfs onze accountdirecteur helpt mee met het uitpakken. Dus het is echt... Bij te komen springen voor de heer Bohemen. Ja, iedereen zorgt er in ieder geval voor dat de TU zo snel mogelijk straalt. En ook de directie is aanwezig om de bloemen uit te reiken. Je kunt daar zien onze algemeen directeur. En onze HR-directeur. En die gaan zo de bloemen uitreiken aan de medewerkers. Dus dat is wel mooi. En dus er wordt nu een plannen campagne gemaakt. Ja, kijk. Want uiteindelijk zijn het de mensen die het doen. En de mensen verdienen gewoon een bloemetje. Want iedereen werkt keihard om er een succes van te maken. Super, gaat ook nog even mis. Kijk, dit zijn de medewerkers die het vandaag een topdag van hebben gemaakt. Hey, toppers, hè, zijn jullie? Kijk eens. Als welkom op de eerste dag. Alsjeblieft. Je gelooft het nooit, maar ook ik ga weer wat doen. Vuilniszak erin, kijk. Hier al bezig. Gaat lekker. Dus weer een schoonmaakklus die aan mij besteed is. Vuilniszakken vervangen. Maar u zei net tegen mij, hoe lang werkt u nu op de TU Delft? 24 jaar. 24 jaar? Ja. En dan nu 2 maanden hier in dit prachtige pand. Ja, ja. En met een mooie nieuwe werkkar ga je nu naar het toilet toe. Sorry. Als ik wat moet doen, moet je het ook zeggen, hè? Ja. Je mag mij ook aan het werk zetten. Kijk, super. De toiletten worden weer helemaal top gemaakt, zodat de mensen hier weer fris de hele week naar het toilet kan. Dus ook tijdens de opstart zorgen we dat. Ik heb ook een bloemetje gekregen. Ja, ze hebben mij zien werken met die stokken. Ja, dat is eigenlijk... Daar is iedereen van onder de indruk. We zijn nu een paar uur verder. Ik heb van alles en nog wat in elkaar staan steken. Ik ben echt een hoop wijzer over karren, moppen, stokken... En allerlei andere spullen die te maken hebben met schoonmaken. Maar ik kan je echt zeggen, ik heb echt respect voor de mensen die deze opstart gaan doen. En ik weet zeker dat de TU trots op grond zal zijn. Nogmaals, al mijn collega's heel veel succes. En ook TU heel veel succes met de samenwerking met grond.